Politie waarschuwt boeren voor drugsbendes. Het is donderdag 25 februari. Dit is Zeeland Nu. Bendes azen op lege boeren schuren. Huisdieren vergiftigd bij Marikerke. En wil de gemeente Goes nou wel of niet? Goedenavond. Let op, voor je het weet heb je een pistool op je voorhoofd. Dat is de waarschuwing voor mensen in afgelegen gebieden in Zeeland die wel eens worden gevraagd of een leegstaande loods of een schuur kan worden gehuurd. Want criminelen blijken op zoek naar ruimtes om drugslaboratoria te maken. De politie waarschuwt al langer, maar criminelen gaan heel voorzichtig te werk, waardoor weinig argwaan ontstaat. Er komt een keurige heer, die vraagt gewoon ruimte voor het opslaan van drank of levensmiddelen of tenten. En vervolgens wordt er dan een contract getekend. Maar wat er vervolgens gebeurt is dat die gast, die huurder, die op papier de huurder is, die ook gewoon een ID-kaart laat zien, netjes en adres en alles, dat die vervolgens verdwijnt. En dan komt er een onduidelijke gebruiker. Ja, voor je het weet staat er een drugslab binnen, want dat hebben ze binnen een paar dagen hebben ze dat opgebouwd. Er zijn ook al voorbeelden dat boeren pistolen op hun kop kregen. Heel veel eigenaren van loodsen die zullen uiteindelijk zeggen van oké, ik kijk even de andere kant uit. En ik hoop dat ze snel weg zijn. Dus wij adviseren ook altijd bezin tegen het begint, want voordat je het weet zit je er echt goed tussen. En dan kun je er ook niet meer tussenuit. Vorig jaar werden in Zeeland 4 drugslabs ontdekt. In Middelburg werd in een woning MDMA geproduceerd. In Poortvliet, Sint-Kruis en Westdorpen ging het om grote labs in het buitengebied, waar crystal meth werd gemaakt. Als je crystal meth maakt, dat is €100 per gram. Dat is al het dubbele van cocaïne. En ja, feitelijk 10 keer zoveel als ecstasy. Dus kassa. De vraag naar crystal meth is gewoon wereldwijd enorm. Uiteindelijk bepaalt bij vraag en aanbod de afzetprijs of het interessant is voor criminele samenwerkingsverbanden. Want uiteindelijk zijn die opgericht om vooral veel geld te verdienen. 5 jaar geleden waren ze er niet. En de afgelopen jaren zijn ze echt werkelijk geëxplodeerd. En dat is heel zorgwekkend. En ook Zeeland heeft daar de volle laag in gekregen. In de eerste 2 maanden van dit jaar werden ook alweer 2 drugslabs ontdekt. In Ossenisse en Waterlandkerkje. Zeeuws-Vlaanderen lijkt een populaire plek te zijn voor drugscriminelen. Uiteindelijk wijken die criminele groeperingen uit naar gebieden waarvan ze denken dat er wellicht misschien nog minder aandacht is. En ook nog niet zoveel bekend is bij de lokale bevolking. In de hoop en veronderstelling dat ze dan in alle rust hun drugs kunnen produceren. Ik begrijp heel goed dat ze Zeeuws-Vlaanderen kiezen bijvoorbeeld. Want je kunt zo de grens over. Er is niemand die meekijkt. Er is nauwelijks politie daar aanwezig. Ja, het zijn ideale plekken en ik denk dat dat ook gewoon doorgaat. Bij de invallen in al die drugslabs zijn veel mensen aangehouden. Af en toe een Zeeuw, maar vaker Brabanders en Zuid-Amerikanen. Nou, het is algemeen bekend dat met name de kennis over de productie van synthetische drugs halverwege de jaren 90 in Brabant is ontstaan. En wat op dit moment de rol is van de drugskoks uit Midden- en Zuid-Amerika die aangetroffen worden bij het synthetische laboratorium, dat wordt op dit moment nog onderzocht. De Nederlanders maken de beste ecstasy in de wereld en de Mexicanen maken de beste crystal meth. En daarom strijken ze neer in gebieden die worden uitgekozen door Nederlandse drugsexploitanten, door Nederlandse organisaties. Want die zitten er duidelijk achter. Zeeland doet niet mee aan de terrassenactie van 2 maart. Dat zegt de Zeeuwse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Een landelijke groep horecaondernemers heeft opgeroepen 2 maart, ondanks het verbod, de terrassen toch te openen. Maar de Zeeuwse afdeling richt zich liever op een definitieve opening per 1 april, als het toeristenseizoen begint, dan op een protestactie op 2 maart. De gemeente Veren waarschuwt eigenaren van huisdieren in de buurt van Marikerke voor vergiftigingen. Er zijn in het buitengebied van Marikerke stukken vlees met gif gevonden. En daar zijn al dieren het slachtoffer van geworden. Deze voorbijganger snapt niet dat iemand dit doet. Ik kan niet goed begrijpen waarom iemand dat in zijn hoofd haalt. Wat wil hij daarmee bereiken als hij dat bewust doet? Ik snap het niet. Ik snap niet waarom een onschuldig dier pijn doet. Het is nog niet duidelijk om wat voor gif het gaat en wie het gif heeft neergelegd. 50PLUS lijsttrekker Liane den Haan was vandaag op verkiezingscampagne in Vlissingen. Daar worden bij zorgcentrum Scheldehof nog eens bijna 200 woningen voor ouderen bijgebouwd. Volgens 50PLUS een goed voorbeeld van de aanpak van de vergrijzing en de woningnood. Omdat het denk ik heel belangrijk is, ook hier in Zeeland, om de doorstroom op de woningmarkt op gang te brengen. Nou, dat gebeurt hier, waarmee weer zeg maar starters en gezinswoningen vrij kunnen komen door de doorstroom. Fantastisch.
50PLUS heeft maar 2 wethouders in het hele land, 1 daarvan in Vlissingen. En die zou er volgens de partij voor hebben gezorgd dat 40% van nieuwbouwwoningen in Vlissingen geschikt is voor ouderen. Als ouderen een passende woning kunnen vinden, dan komt die hele doorstroom weer op gang. Dus wij zeggen, begin nu met ouderenhuisvesting, zoals hier. Dat lost al heel veel op. 50PLUS lijsttrekker Liane den Hanen was vandaag op verkiezingscampagne in Vlissingen. Oh nee, dat is die andere. Sorry. Ja, het is... Ja. Na 12 jaar juridische strijd heeft de familie van Leeuwen in Veren toch gelijk gekregen van de rechter. Hun minicamping De Heksenketel krijgt 25 standplaatsen. Van de gemeente mochten dat er maar 15 zijn, omdat niet aan alle voorwaarden voor een grotere camping zou zijn voldaan. Het recht heeft zegevierd, eigenlijk, zo kun je het zeggen. Wat ik wel erg vind, is dat het ook wel heel veel negatieve energie opgebracht heeft. De familie eist schadevergoeding vanwege gemiste inkomsten. Als het gaat over het feit dat die minicamping jarenlang dus niet kon worden geëxporteerd in de omvang van 25, dan praat je over een bedrag van zeker meer dan een ton. En als het over de plantschadeclaim gaat, ja, als we naar de deskundigen mogen geloven, dan praat je al gauw over een bedrag van 1 miljoen. In een reactie zegt de gemeente Veren dat ze blij is dat er nu in ieder geval eindelijk duidelijkheid is. Een 15-jarige Middelburger krijgt ruim 10 maanden jeugddetentie voor 2 overvallen. Het gaat om een overval op een snackbar en 1 op een juwelier afgelopen zomer. Daarbij raakten 2 mannen gewond door messteken. De jongen krijgt ook 6 maanden huisarrest met een enkelband en een leerstraf. En daarnaast moet hij €8.000 schadevergoeding betalen. Nazario de Fred uit Middelburg leek voorbestemd voor het Nederlandse voetbalelftal. Hij speelde met Matthijs de Ligt, Justin Kluivert en Daniel Malen. En gold als een groot talent, maar de stap naar het echte profvoetbal dat bleek toch te groot. Gelukkig had Nazario nog een talent. Het volkslied heeft Nazario de Vredes uit Middelburg vaak gehoord als hij op pad was met het Nederlands jeugdelftal. Hij gold als een van de grootste talenten, maar haalde het profvoetbal niet. Ik had gewoon niet de kracht om het op te brengen om bijvoorbeeld die extra 2 uur te pakken. En ik dacht dat dat niet nodig was. Maar nu ik terugdenk, dat is allemaal nodig. En je moet gewoon denken van oké, ik wil even goed als Messi worden. Ik wil even goed als Ronaldo worden. En daar ook elke dag naar trainen en daarvoor leven. Nazario leefde er niet helemaal voor, maar spijt heeft hij niet. Ook al ziet hij nu spelers als Matthijs de Ligt en Daniel Malen wel spelen in het grote oranje. Het voetbal was altijd gewoon, is en blijft mijn eerste liefde en was altijd mijn droom. Maar ik ben er wel achter gekomen dat er meer in het leven is dan alleen voetbal. Nazario heeft nu een eigen kledinglijn. Gevoel voor mode en de verkoop ervan begon voor hem al op de middelbare school. Naar gym droeg ik altijd gewoon die shirts en gewoon door de dag heen. En op een gegeven moment kwamen er vragen van, waar heb je die shirts vandaan? Ik zeg, ja, bij mij. Ik kan je bij mij halen. Dus op een gegeven moment dacht ik van, weet je wat? Ik laat gewoon 10, 20 shirts maken. En die sla ik op in mijn kluisje. En als er dan een vraag was, kwamen ze in de pauze van, kan ik misschien een shirt kopen? Ik zei, tuurlijk man, loop maar mee naar mijn kluisje. En zo ontstond zijn kledingmerk. Met een verwijzing naar Zeeland, want Nazario is trots op de plek waar hij vandaan komt. Als ik dan in Rotterdam speelde en die jongens komen uit de Randstad, dan kwam er ook altijd van, je komt uit Zeeland. Zo dan rijden, daar wonen alleen maar boeren, bla bla bla. En dan zei ik gewoon vol trots van, ik kom uit Middelburg. Kom zelf deze kant op en dan ga je zelf zien wat is, hoe mooi het is. En je merkt toch dat als je in de Randstad komt, dat er wordt veel uit de hoogte gedaan. En mensen hebben een hele hoge pet op van zichzelf. En hier in Zeeland is het altijd gewoon normaal en relaxed. Nazario voetbalt op dit moment nog in de derde divisie bij Goes. Maar voetbal is al lang niet meer het belangrijkste in zijn leven. Eerst dacht ik dat voetbal echt alles was en gaf ik er ook alles voor en liet ik er ook alles voor. En nu merk je gewoon van oké, er is meer in het leven en we moeten door en alles heeft waarschijnlijk zo moeten zijn. Kleuren bekende gebouwen in Goes roze in juni 2023.
De gemeenteraad van Goes beslist vanavond of de Roze Zaterdag dan naar onze provincie komt. Volgens de initiatiefnemers wordt het echt hoog tijd. Nog niet eerder was er in Zeeland een evenement op deze schaal voor gelijke rechten voor LHBT'ers. Ik zie het al helemaal voor me dat dan het gebouw mooi roze is uitgelicht. En vlaggen en ballonnen en toeters en bellen. Jij kijkt al door die roze bril? Ik kijk al door die roze bril, zeker. Ja. Kleurt Goes roze in 2023? De organisatie ziet het in ieder geval helemaal voor zich. Hier op de markt zou een groot podium voor optredens moeten komen. En hier aan de haven zou de start van de parade kunnen zijn. Er gaan hier geen schaars geklede mensen op boten hier aankomen. Dat is absoluut niet wat Roze Zaterdag inhoudt. Dit evenement is voor jong en oud. Of je nou hetero, homo, bi, trans of intersexe bent, iedereen is welkom. Sterker nog, ik zou juist willen dat er meer mensen zijn die niet tot die doelgroep behoren. Want alleen dan kan je laten zien als gemeenschap dat je dus tolerant bent. Roze Zaterdag gaat over acceptatie en gelijke rechten. Het wordt daarom ook elk jaar in een andere stad gevierd. Maar Zeeland is samen met Drenthe de enige provincie waar het feest nog niet gehouden is. Wat we horen en zien is dat er in Zeeland weinig roze activiteiten plaatsvinden. Zeeland is natuurlijk ook een provincie waar geloof ook voor heel veel mensen heel belangrijk is. Homoseksualiteit en geloof gaat niet altijd per se samen. Niet altijd, maar ook heel vaak wel. Wat er ook in het programma van de Roze Zaterdag zit, is een roze kerkdienst. Dus we sluiten ook aan bij wat past in Zeeland en wat past bij Goes. Hoe hard de organisatie ook nadenkt over een passend feest, bij de gemeente zijn ze nog niet enthousiast. Ze vinden de kosten van €50.000 te hoog. Maar bedenk dat het dus niet alleen voor één dag is, maar voor het hele jaar. Want er worden heel veel side events georganiseerd die hierbij aansluiten. Tel daarbij op dat je dus voor de economie van Goes ook heel veel betekent. 10.000 tot 15.000 mensen komen hierop af. Hoeveel gaan die per persoon besteden? Die moeten ergens verblijven. Dus denk aan toeristenbelasting, parkeergelden. Plus het imago van Goes. We lopen misschien wat achter als het om emancipatie gaat. Maar laten we dit dan eventjes als een kickstart voor 2023 alvast in de agenda zetten. En bij het stadskantoor in Goes, daar staat politiek verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, de gemeenteraad van Goes die gaat daar dus vandaag over beslissen. Hoe staan de politieke partijen erin? Nou, het college dat ziet het evenement dus eigenlijk niet zo zitten. Want dat vindt €50.000 gewoon te veel geld. Coalitiepartij CDA zit een beetje in een spagaat. Want landelijk pleit het CDA voor een nationaal coördinator tegen anti-homo-geweld. Maar plaatselijk, hier in Goes, willen ze dus geen geld steken in een homo-evenement. Nou, dan zijn er nog de oppositiepartijen. Een aantal is voor die Roze Zaterdag in 2023. En er wordt vanavond ook een motie ingediend om het alsnog mogelijk te maken. Dan heb je de initiatiefnemers zelf, die laten het er niet bij zitten. Die hebben een filmpje opgenomen met steunbetuigingen. Daarin zit onder andere zanger Danny Vera, maar ook oud-commissaris van de Koningin in Zeeland, Carla Peijs. Nou, we zullen zien of dat filmpje effect sorteert. In ieder geval wordt het vanavond hier een spannende raadsvergadering in Goes. Marcel, dank je wel. Op de meeste plaatsen was het bewolkt vandaag in Zeeland. Maar met 12 tot 14 graden voelt het toch nog steeds als lente. We krijgen nog een paar droge, zonnige dagen, maar het wordt dus duidelijk wel wat frisser. En tot zover deze Zeeland nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.